Die bus zit onder de stront. Waarom maak je dit niet schoon? Hallo. Ik sta hier naast Marit Bouwmeester, roeister, zeilster. Dat is heel wat anders, hè, roeien en zeilen. Ja, dat is wel een klein verschil tussen, ja. Een beetje bij je auto staan, dat is leuk. Waar ga je helemaal heen? Oh ja, hoe ben jij genaamd? Marit, je hebt een Toyota-bus, die rij je zelf? Een beetje zo in de microfoon praten, want het waait heel hard. Ja, we hebben vrijwilligers bij het Watersportverbond. Ja. En die rijden door heel Europa mijn boot heen en weer. Echt? En dan kan ik gewoon invliegen. Ik denk altijd, topsporters zijn echt bikkels, maar je bent gewoon heel verwend. Nou, dat is dan dat ik hier harder kan blijven trainen. Waarom hangt er zo'n oranje sloep achter? Daarmee zeil je toch niet? De coachboot is dat. Echt? Dus mijn trainer en mijn coach en begeleidingsstaf die... Die varen mee? Ja, die varen. Die houden je constant in de gaten? Die zijn niet echt heel inspannend. Je hoeft er niet hele goede conditie te hebben om een beetje goed te kunnen zeilen. Waarom lach je? Nou, je hebt best wel een goede conditie nodig om goed te kunnen zeilen. Ja. En ben je nooit bang voor haaien? Ja, ik heb wel een paar keer één gezien ook. Dus echt? Dat maar niet gillen dan? Ik zou gillen. Ze eten in principe In principe komen ze ook niet meer in de Nederlandse zee voor, maar een haai houdt zich ook niet aan de grenzen. Nee. Hey, leuk dat je zo'n onwijze band met die bus hebt en dat je er alles van weet. Ja. Heb je die wel eens ingezeten eigenlijk? Ja, oprecht, ja. Ja? Ja. Heb je er ook wel eens in gereden? Ja, maar niet heel vaak. Okay, waarom heb je die drager op het dak, Marit? Ja, ook daar gaat dan een boot op. Hoezo? Hoeveel boten moet je hebben? Ja, het hangt er vanaf. Soms neem ik er 3 mee, soms 4, soms 1. Beetje maar overdreven niet. Ja, het is net een paar schoenen. Is het ook om te imponeren op de snelweg? Van kijk mij eens met mijn allemaal boten. Kijk mij tof doen. Nou, heel erg, ik ben Marit. selfies. Ja, doe je dat? Dan zet je je naam niet op de zijkant van je auto. Terwijl je er zelf eigenlijk amper in rijdt, omdat je vrijwilligers hebt. Ja, die me helpen om mijn droom te verwezenlijken. Ja, zo kan je het ook noemen, ja. Ja. Maar we zijn geen documentaire aan het maken over jouw Olympische carrière. Ik ben hier voor die auto. Ja. Je hebt er eigenlijk heel weinig over te vertellen. Ja, ik kan wel even laten zien hoeveel ruimte erin zit. Oh, je hebt hem wel eens opengemaakt zelf. Wat leuk. Oh, is best groot, ja. Hier gaan alle zeilspullen in, racefietsen gaan mee. Ja. Dat stop je wel zelf erin of laat je dat ook door de vrijwilligers doen? Nee, dat doe ik nog zelf. Wow. En ik heb ook zo meegeholpen met dit erin te maken. Wow. Zodat je lekker de racefietsen kan vastbinden, zodat niet alles omvalt. Dus, ja. Leuk. Kom maar, ik help je wel. Marit, dit ben jij! Vind je het niet gênant als je dan in de auto zit waar je zelf uitstapt? Van, oh, kijk mij eens hangen. Ja, dat vind ik echt gênant, ja. Nou, dat pleit wel weer voor je. Ja. Maar ik kan er niet echt veel. Zij willen dat echt promoten, dat zeilen. Kijk, ze willen het uiterste uitje halen, die sponsoren. Zoiets, ja. Ja, doen ze bij mij ook met Toyota. Maar het ziet er wel gaaf uit. Kan je even in mijn jas praten? Er staat heel erg veel wind. Ja, wat was ook alweer de vraag? Ga je wat winnen in Tokio? Of is dat nog te vroeg? Dat is wel de bedoeling, ja. Oké. Nou, heel leuk je ontmoet te hebben. Ga je nog trainen? Ik moet straks nog 3 uur de fiets op, ja. Ja, dat. Ik doe alsof die vrijwilligers zijn toch weg. Niemand houdt je in de gaten. Ik lul dat ook niet door. Nee, maar zo iemand ben ik dus echt. Ga lekker op de bank liggen. Nee, oprecht. Lekker soapie kijken of Netflix. Als je dat altijd zegt, dan wordt dat gewoon. Ja, dat is waar. Ik wou je even testen, Marit Bouwmeester. Bam! Toyota! Lekker.